Hoort dit grond er ook bij, eten. Deze hele vieze vork? Kijk eens. Een rosé'tje. Blauwe dingen. Heb je wel eens dit opgenomen, zoiets? Nee, ja, ik heb wel filmpjes, maar niet een eetfilmpje. Nee, maar niet dit zo'n eet, nee, dat je aan het eten bent. Dat ik moet eten. Maatje van me eet wel altijd het bot van de kip, ken je dat? Ja, dat is nee. Hij zuigt ze maar uit. Oei. Ja, dat doet pijn aan mijn hart. Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe mukbang voor jullie en ik heb heel erg geluisterd naar de instructies. En ik ben met een bijzondere gast, namelijk... Oh, top. Topper. Yeah, you know what's up. Ben je down om te doen wat je moet doen? Voor je family, je homies en je doekoe. Wat we doen is dat we extreme keukens gaan proeven. Niet echt extreem van, oh, dit is heel gek. Maar gewoon keukens van een bijzonder gebied of bijzondere keukens in het algemeen. En jij bent natuurlijk half Egyptisch. Yes. Dus vandaag hebben we de Egyptische keuken. Hele bijzondere keuken. Hele bijzondere keuken. Kan jij mij vertellen wat hier allemaal ligt? Kofte. Dit is gewoon brood. Dit is vega, toch? Ja, vega. Ja. Volgens mij is het groen van binnen. Ja, een beetje donkergroen, bruinachtig. Veel ui? Veel ui. Het is in ieder geval wel vega. Oké. Okay. Ik heb ook geen doekjes voor je. Je mag en op de grond zitten en ik heb geen doekjes. We eten sowieso met handen, dus dit zijn lamskoteletjes. Kalfsvlees op een spiesje. En frietjes, die zijn echt heel koud nu. Oh, en hier vroeg je net naar ja, wat dit was. Wat erin zat. Dit is linzensoep. Oh, linzensoep. Maar is dat echt Egyptisch? Vraag ja, niet, hij ruikt wel heel Egyptisch. Ja? Die kruiden voor jullie? Ja. Tas toe, eet smakelijk. En dan is de eerste vraag altijd hoe het met je gaat. Met mij gaat het goed, hoe gaat het met jou? Anna? Ja, het gaat heel goed. Dankjewel. Scherp? Ja, hij is er. Ik eet liever pittig inderdaad, ja, maar deze is niet zo heel pittig. Nee, dit is helemaal niet pittig. Ik kan niet pittig eten. Nee? Nee, totaal niet. Ja, nee, maar die... Man. Wat, als iemand niet pittig kan eten? Hij is wel pittig. Neus helemaal open, maar je ogen leg mij uit wat het aantrekkelijke is daaraan. Want op een gegeven moment als je neus en je mond zo in de fik staan dat het gewoon pijn doet. Ja, nee, dat is niet lekker natuurlijk. Dan proef je toch niks nee, meer. Je hebt gewoon je pijngrens denk ik. Wil je knoflooksaus eten met mij? Ja, ik ga deze soep ook aan de kant zetten. Hij is niet pittig genoeg. Vertel over Egypte, hoe is het daar? Daar kom ik wel heel lekker tot rust ofzo altijd. Ja. Weet je, nu ben ik hier ook bekend, dus het is nu ook heel anders hier voor mij zeg maar weer dan 2 of 3 jaar terug. Nu ga ik naar Egypte en dan weet ik van, ai, motion, niemand kent me. Ik kan gewoon chillen, ik ga naar café, niemand kent me. Ik heb wel iets heel tofs gedaan. Ik heb paard gereden in de woestijn naast de piramides. Voor wow. De eerste keer. En ik reed ging ook voor het, de ging eerste het keer. Goed? Het ging heel goed. Ik, had niet wel, ik dacht dat ik zou vallen en dat het allemaal niet zou lukken, maar ik ging... Maar heb je echt de follow? In galop. Ja? Maar wel spierpijn in 6 dagen, man. Okay, ja, ik ga dit proberen. Ook met dit? Ja, met ja? Geloof, ik moet. Wel veel dan. Oké. Okay. Okay. Alles is koud. Hoort het warm? Wat hoort warm? Hoe is het leven nu sinds je helemaal soort van alles domineert in de hitlijsten? Dat is echt mooi, hè? Mm-hmm, dat is echt heel mooi, hè? Mm-hmm. Ja, het voelt heerlijk, man. Ik wil de hele game kantelen gewoon in mijn eentje. Ben je ook dat je dit al zat bent? Dat wat er nu ligt? Zodra dat je mijn denkt muziek van... uitkomt, heb ik het al allemaal gehad, zeg maar. Dus, dus toen het op Melakesh uitkwam, had ik het al. Dat is voor een artiest wel heftig, want jullie moeten nog allemaal optreden en je moet de hele tijd al die nummers doen. Maar dat is weer anders. Je hebt in je baard ook. Ik denk soep. Ja? Ja. Ik wil geen kappen meer pakken, het is een beetje vroeg op de maandag. Vroeger, het is kort voor 2. Kijk, dit is ook echt mijn ding, olijven. Ja. Ik ook. Er zijn mensen die dus groene. Geen olijven lusten. Hoe dan? You don't know ik life. Lust ze bijna allemaal, behalve die hele bittere. Zou je ook YouTube bijvoorbeeld gaan doen? Ik heb laatst een documentaire of een, die heb ik gezien. Een kleine docu zeg maar gedaan. Ik denk wel dat ik dat wil doortrekken. Kijk je wel eens Fox? Nee. Ik word wel eens gedwongen. Je weet, soms zit je gewoon thuis en dan springt die YouTube zomaar op een vlog van iemand. Ja, voor je het weet, en voor je het weet zit je er een kwartier in. Ja, en denk je, hey. Ben je klaar voor onze vragen? Ik ben helemaal ready. Als je voor de rest van je leven nog maar 1 snack zou mogen eten, welke zou dat zijn? Eigenlijk voor een lamskoteletje, denk ik. Echt? Ja, vind je dat zo lekker? En jij dan? Wat zou jij voor altijd willen snacken? Ja, ik denk dat ik ben... Gewoon friet. Ja. Als je voor 1 dag iemand anders mocht zijn, wie zou je kiezen en waarom? Misschien zou ik wel een keertje de president willen zijn van Amerika of zo. Ja, maar fuck dan the world ben je nu for Trump, a day, hè? You know? Ja, maakt niet uit. En heel onaantrekkelijk en gewoon ook gek. Wat is het gekste wat je aantrekkelijk kan vinden aan een vrouw? Ik vind de billen wel altijd een beetje belangrijk. Maar dat is niet iets geks. Ik vind een beetje... Artisticiteit, zeg ik het dan goed?
als een vrouw een beetje kunstig, artistiek is. Mm-hmm. Dat vind ik wel aantrekkelijk. En dat is, maakt ze ook wel een beetje gek soms. Een soort kunstenaar. Dat ze in een atelier schildert. Ja, dat weet ik. Ik weet niet of ik het zo letterlijk moet zeggen, maar ja. Kunst gerelateerd. Heb je op dit moment een vriendin? Nee. Dus je bent focus op werk? Super focus op mijn werk. Ja. Dat is heel hard. Ja. Ik kan niet meer mee doodgooien, hè? Ja, dat niet. Even losflikken, hey. Ja toch? In een relatie denk je, oké, okay, nu even geen tijd voor. Ik heb ook echt geen tijd. Ik ga je hart breken als ik een relatie met iemand neem. Dus. Dan ga je tegen mij. Nee. Okay. En ik leef ook heel anders. Ik leef echt samen met al mijn vrienden, zo wat. In één huis? In mijn huis. Echt waar? Ja. Nu zie ik echt zo'n Wu-Tang huis vormen met allemaal Playstations overal en sokken. Een soort van alleen maar mensen die gecrashed zijn. Vind je dat ook fijn, dit? Ik vind het ook echt fijn, ja. Kan je goed alleen zijn? Ja, je kan heel goed alleen zijn, maar ik vind het niet fijn eigenlijk. Besefte ik laatst ook echt, ik lag ook zo op de bank. Laten we zo allemaal te stinken, zo met z'n vieren, zo heet op een zondag. Mm-hmm. Ja, Motion, my brothers. Ik heb er eentje voor je meegenomen trouwens. Wat lief, heel leuk. Ja, Motion toch. Oh, dat doe ik meteen aan. Jongen. Stel die vette vingerswam op het wijnglas. Dit is wel echt lamsvlees, dit hè? Dit is niet lam. Niet? Nee, dit is rund of kalf. Dit is rundvlees. Kalf? Kalf. Kalfsvlees. Ik wilde een heel domme vraag stellen. Wat is het verschil? Een kalf is jonger. Ja, ik space hem nu. Een kalf is nog jonger dan een lammetje. Oh, een ene schaap. Ik wou net zeggen, ja. Hè? Nee, dat wilde jij helemaal niet zeggen. Jij wilde nog iets. Jij wilde net zoiets nog zeggen. Het verschil, ja. Wat is nou het verschil tussen een lam en een rund? Wat zei je nou? Wat is dus een schaap? Wat is je meest ongewone talent? Ik kan heel goed schoonmaken. En strijken en de was doen. Wil je nou of niet? Ik ben echt bloedserieus. Serieus? Ja, ik ben echt een hele goede huisman. Er zijn echt zoveel punten bijgescoord nu. Daarom je vroeg net van het huis met al die jongens. Het is ook gewoon echt schoon. En zo zijn mijn jongens ook, zeg maar. Ben je... Nee, echt is iedereen heel clean. Omdat ik zo ben, weten ze van... Ah ja, als Jo straks wakker wordt en hij komt naar beneden... Hij wil niet die asbak nog daar zien of die sokken links van de bank of iets. Weet je toch? Vanochtend werd ik wakker gemaakt. Hé, broer, waar is de stofzuiger? Wat wilde je laten worden? Ze geloofde niks van volgens mij. Jawel, ik ben een goede chocage is dit. Rijk. Alleen dat? Nee, ik wou succesvol worden. Mijn vader, toen ik jong was, had hij een paar restaurants. Mm-hmm. Heel cliché voor een Egyptenaar. Ook Egyptische restaurants? Nee, Italiaanse restaurants. Nee, ook Italiaans. Er zijn wannabe Italianen, toch? Wij, en mochten jullie ook niet net doen? Mocht je ook niet zeg maar zeggen dat waarom, je... Ik heet toch ook Joost, Theo, Silvio, Youssef, Abdelkalir. Het komt pas na drie namen, je weet toch? Mijn vader had het ook. En dan, als wij in het restaurant waren, mochten we niet Farsi praten. Want dan mochten zeg maar, de klanten mochten niet weten dat mijn we vader, niet echt niemand kent. Mijn vader heet Abdelkalir. Niemand kent hem zo. Ze kennen hem alleen als Mario. Wallah. Hoe vinden je ouders het? Ja, geweldig. Ja? Ik vind het super. Nou ja, toch? Het was eerst een beetje confronterend, omdat ze weten wel wie ik ben en wat ik doe. En dat was vroeger allemaal nog wat rauwer natuurlijk met muziek. Ja. En toen leefde ik ook heel anders. Hoe leefde je dan? Ja, meer straten. Meer straatgerelateerd alles, zeg maar. Weet je? En als mensen het van je weten, dat is één. Maar als... In Naarden? In Naarden en in Bussum en in Hilversum en in Huizen en mm-hmm. ook nog veel meer plekken inderdaad. Was je op boevenpad toen? Een beetje al. Een soort van. Het leefde wel een heel ander leven dan nu. Mijn idee is dus dat Naarden zo heel kakkerig en heel netjes mm-hmm. is. Maar dan was jij dus daar een soort van thug life aan het doen. Ja, snap je? Ik was maar creëer je dat dan? Of gebeurde dat dan? Nee, als je uit het Gooi komt, dan weet je ook heel goed dat het... Het Gooi klinkt nog chiquer. Het Gooi, welkom toe het Gooi, man. Ik denk dat heel veel mensen door Gooise vrouwen en weet ik veel wat een beetje... De twist in hun ja, want dan hebben. Denk je van hoe erg kan het daar zijn geweest? Ik heb nooit op een kakkerschool gezeten of weet ik veel wat, hè, dat soort dingetjes. Ik ben eigenlijk al vanaf mijn jeugd op een speciale school voor jongeren die een beetje... Was je moeilijk opvoedbaar? Nee, ik was gewoon heel druk. Dus dat was het denk ik, weet je. Dus ik ben ook nooit op zo'n school gekomen. Dus alles in mijn omgeving was ver weg van dat stukje van het Gooi, zeg maar. Met welke celeb zou je wel willen daten en waarom? Als je dan ooit denkt, ik heb nu eindelijk tijd voor... Nou, jij stond op mijn lijstje, maar ja, we zijn al in die Motion, toch? Ja, dit is al een soort van daten. Een soort van, dus ik kan wel er nog eentje afkruisen. Een date, no? Ja, je hebt koud eten gebracht. Daarom. Maar, ja. Ik zou me best wel schamen als dit de date was. Ik denk dat ik met Rihanna wel een jointje zou willen roken. Oh, die is daar vast voor in. Ben je, zeg maar, qua vrouwen meer inderdaad ratchet of meer... Eigenlijk niet hoor. Eigenlijk als het een vrouwtje is, dan wil ik wel een... Beetje netjes, een nette chick. Je weet toch, tuurlijk, ze mag wel een beetje gek zijn, maar... Ja. Wat is je meest gênante moment wat je je tot nu toe kunt herinneren?
Ik had één keertje, moesten we naar een release party van Lange Frans, 2-3 jaar geleden of zo. En ik had een nieuwe outfit. En ik moest met de bus. Ik ga nooit met de bus. Ja, omdat die auto kapot was, snap je? Dus we moesten. Was er geen Uber? Naarden. En wat gebeurt er? Ik ren zo, maar ik ren op een soort zandpad. En ik heb een soort witte broek aan. En ik wil springen om niet in die plas te springen. Nee, je springt ernaast. En ik stap verkeerd en nu gaat mijn linkerbeen die. Ja, die gaat dus mijn hele witte broek was zwart. Als je op een onbewoond eiland gaat belanden en je mag maar één persoon meenemen, wie zou dat zijn? Iemand die goed kan koken en. Koken met die kokos, de kokos en rijst. Dus de opties zijn eindeloos. Dat is het. Als ik soms kijk naar dat, dan denk ik bij mezelf, fuck, jullie kunnen toch veel meer vis vangen? Ga jij vis vangen? Ja, ik ben wel gewoon zo'n oerlijf die erin gaat, hoor. Mocht jij ooit meedoen aan Expeditie Robinson, dan wil ik heel graag horen hoeveel visjes je hebt gevangen na afloop. Jij kijkt dat en je denkt, waarom vangen jullie geen vis? Ja, ik denk, kill, jullie liggen de hele dag in die water daar te chillen, maar er zijn allemaal vissen daar. Ik vind het wel handig, man. Ja, maar dat is dus dat ding. Ik ga gewoon bomen klimmen met mijn pam. Gewoon koken. Er is daar, het is genoeg. Je bent op een eiland. Er moet toch genoeg te doen zijn? Wat denk jij? Maak ik maar een kussen van iets of zo. Ga ik maar een kussen maken. Van zand. Je kan toch bamboe schrapen en dan maak je toch allemaal wol ervan. Wat zeg jij nou? Ja? Ja, toch? Kan je Daarmee maak je toch ook vuur? Ja, weet je hoeveel jaar wil jij bezig zijn? Ja, maar dat bedoel ik, je verveelt je toch? Je hebt een plan om daar 3 jaar te gaan zitten, dat je die hele bamboestam gewoon uit elkaar hebt. Wat hebben we weer genoemd? Welk gerecht vind je echt het allerviest wat je nooit zou eten? Ik vind de rode kool gewoon niet lekker. Mijn moeder maakt hem op zijn tatas, mijn stiefmoeder maakt hem op zijn Egyptisch. Alle twee is die niet lekker. Maak je op zijn tatas? Ja, zo'n rode kool met bieten of zo, toch? Rode bietenkool of weet ik veel wat, met ei er doorheen toren. Is gewoon echt op tatas. Denk je dat dit de mukbang is waar het minst is gegeten? Denk het wel, in de historie van mukbangs. Wat is je grootste droom op dit moment? Ik denk dat ik mijn droom wel een beetje aan het leven ben, man. Mijn vader heeft ooit tegen me gezegd, vraag en je krijgt, zeg maar. Ik denk dat als je je onbewustzijnde op iets zet wat je wilt bereiken, dat je het gewoon kan bereiken. Dit was het. Veel mee, toch? Ik vond het wel lauw, man. Je hebt goed gegeten. Ja, wel, toch? Ja, dankjewel. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze Egyptische mukbang. Vergeet Silvio ook niet te volgen op alle kanalen die nu in beeld komen. En dan zijn we de volgende keer weer met een nieuwe keuken. Een nieuwe mensen. En dan warm. En dan hoop ik warm. Ik kan nooit garanderen. En zo naar Anna. Dankjewel voor het kijken. Doei. Sorry voor het koude eten. Nee, ik vond motion. Ik vond het gewoon leuk. Gisteren letterlijk, ik zeg dus tegen mijn tante, ik eet geen vlees meer. Zegt ze, eet je ook geen kip? Ik zeg, eet je ook geen kip, ja. Dat is ook best wel vlees. Maar kan je nu nog wel makkelijk over straat, of niet? Ja, jawel. Kijk, weet je wat is, ik loop snel, ik heb een capuchon op, ik ben gewoon, weet je, maar ik moet wel, op dit moment moet ik wel echt, word ik wel overal gestopt en zo. Van, kun je een foto maken? En let je ook op wat je doet, dat je bepaalde dingen wel of niet doet? Ik probeer minder joints te roken of camera's. Dat deed je ook gewoon flink op camera. Ik deed dat flink gewoon, ik heb daar wel echt, kijk, weet je wat het is, ik had heel lang van, ik ben wie ik ben, weet je, ik ga niet eromheen draaien, maar ja. Je hebt gewoon heel veel kiddo's die ook naar je kijken, snap je? Je wilt niet altijd het slechte voorbeeld geven. Dat is, ik vind dat wel belangrijk nu. Mijn zusjes vinden het leuk dan. Dat we zo nu zitten. Die zeiden, wat leuk. Is she Arab? Oh, wat leuk. Hoe heet je zus? Dunya en Amira. Dunya en Amira. Dan geven we hun even een dikke... Een S-sauna naar jullie. Mwah.